Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Ja boys and girls. Welkom wel weer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En vandaag heb ik een doos voor mij staan. Dus wat zou ik gekocht hebben? Ik weet dat ik een paar video's al heb gemaakt over de MacBook Pro. Dus ik heb de MacBook Pro gekocht. Daarjuist bij de Coolblue. Ik ben net thuis van bij de Coolblue. En ik heb de MacBook Pro M2. 8 GB memory. En 256 GB SSD. En ik heb hier de doos vast. En we gaan hem open doen. Oh, satisfying peel. Dat is eigenlijk niet zo satisfying. Maar ik heb hier de MacBook en ik ben hem aan het openen. Zoals jullie kunnen zien. En wat een MacBookje, joh. Oké. Ik ga de doos meer naar jullie richten. Oh, die gaat zo traag lopen. Dat is wat I like met Apple boxes. Oh. Als eerste zien we de laptop erin zitten. El MacBook. Oh, dat is allemaal. MacBookie. Oh, wat een MacBook. Deze is de MacBook Pro M2, de 13-inch variant. Ik heb hier ook nog de doos met de papiertjes en de Apple stickers. Oh, het zijn nu grijze. What the fuck, zijn nu grijze Apple stickers. Ik heb hier ook de powerbrick. Die ik niet zo vaak ga moeten gebruiken in de eerste dagen, denk ik. Maar dit is dus de powerbrick. En dan heb ik hier de USB-C kabel. Waar de MacBook mee op te laden. En ja. Het is echt een goede USB-C kabel. En ik ga de MacBook instellen en open doen. Ik ga hem naar jullie richten. Oh, dat geluid. Oh. Ik heb de variant met de touchbar. Dus zoals jullie weten, ik ben een fan van de MacBook. Get started. Oké. Language. Gaan we Nederlands pakken, denk ik. Ja, ik ben Nederlands. Nederlandse MacBook. Nederlandse taal. Oké, nu ga ik moeten inloggen. Land is België. Ga door. Niet nu. Wifi-netwerk selecteren. Moet ik eventjes mijn notities erbij halen, want daar heb ik de code van de wifi ingezet. Orange. Ik hoop dat de juiste code is. En het gaat wel de juiste code zijn, denk ik. Het was de juiste code. Niet nu, we gaan geen migratieassistent doen. Oh, dat typt zo lekker.
Ik heb mij ingelogd, normaal gezien, met de Apple ID. En nu krijg ik een code binnen. De code heb ik binnengekregen en de MacBook is up and running zo goed als. Nu heb ik nog Touch ID te instellen en dan heb ik de MacBook gecomplete. Dus ja. Oké. Okay. Nog een beetje Apple ID, dat kan wel even duren. Oké, ik ben een MacBook aan het instellen en het duurt wel eventjes voordat ik hem kan instellen. Maar normaal gezien heb ik hem binnen 2 minuten of 3 minuten up and running. En ja, nu is het enkel nog account configureren, want iCloud is nu bezig zoals jullie nu zien. Ben ik het account aan het configureren van de iCloud. En ja. Ik ben echt blij met die laptop. Echt een massa mooie laptop. Zit ik wel altijd een MacBook Pro. En nu heb ik de M2. De MacBook Pro. Dat ik al eventjes wou. Ik hou eerst de MacBook Air eigenlijk. Want dan toch overgestapt naar het idee van waarom geen MacBook Pro? En nu heb ik dus een MacBook Pro dat ik ga gebruiken voor het editen van al mijn video's. Dat ik ga gebruiken voor het maken van mijn muziek. En die ga ik ook gebruiken. Dus voor mijn sets die kunnen spelen. Dus met Juiced vooral. Daarom dat ik ook mijn DJ deck heb. Ik kan locatievoorziening inschakelen. Dus ja. Die heb ik analyseren. Ja. Wekelijks rapporten kan ook altijd. Door iCloud analyse moet ik niet hebben. Siri ga ik niet activeren op deze MacBook. Ja. Touch ID. Ga door, dus we gaan Touch ID. Amai, dat was snel klaar. Apple Pay ga ik niet doen, ga door. Dus de MacBook is zo goed als geïnstalleerd. En ja, dat gaat een beetje use geven.
ben echt blij. Met elkaar toe. Nee, ga ik niet doen. Dat probleem wil ik niet hebben. Kom ik even later, wauw. We gaan. Ik wil graag het lichte thema. En dan hebben wij zo goed als klaar, denk ik. Dan zijn we zo goed als klaar met de MacBook te instellen. En de MacBook is ingesteld. Zoals jullie zien, is eerst nu het hoofdscherm. En ja. Oh my god, dat is kind nice. En nu zit er dus een droomscherm. En het laatste wat ik wil doen, voordat ik deze MacBook. Voordat ik de video aan de kant laat, ga ik eventjes. Testen hoe dat de speakers zijn. Dus dan moet ik me even inloggen op mijn YouTube. Voilà, ik zit er in bewaarde wachtwoord. Oké. Nu gaan we, ik ga eventjes mijn YouTube op donkere mode zetten. Dus dan een andere YouTube ook op donkere modus. En nu gaan we de speakers van de MacBook uittesten. Oh my god, wat een speakers. Oh my fucking god. Oh my god! This was dus een beetje de unboxing en de setting up guide van de MacBook. Ik ben heel blij. Nu ga ik mijn edit programma downloaden. En dan zijn we up and running voor deze video te editen. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nathan Dylan en ik zie jullie graag terug. Bij een volgende video, dat gaat vrijdag zijn, dat gaat de vlog zijn. Waarin ik ook deze laptop ga bespreken. Dus ja, let's go. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Bye bye.